Jongens, welkom bij... Ik zat, sorry, ik zat nog even aan mijn... Je was in character nog aan het komen. Ja, Tom Kouwenberg. Oké, wat doet Tom? Dat is echt super grappig dat jij... Brabant, worstenbroodje. Worstenbroodje. Het is bizar dat wij nog nooit hebben verteld dat jij gewoon Hans heet. En dat je gewoon artiestennaam hebt. Welkom bij een nieuwe preview hier op Gamersnet.nl, waar wij altijd praten over computerspelletjes en ook van heel veel publishers op pad worden gestuurd om nieuwe computerspelletjes te checken. Zo Tom hier naast me en hij mocht naar Frankfurt togen. Er is een ding in de community dat jij heel vaak accentueert wat ik zeg met jouw gebaren. Oh ja, inderdaad. Mensen vallen op dat ik altijd probeer uit te beelden hoe jij een intro of hoe je je introotje doet. Zeg maar. Ja, precies. En anyway, hier was in Frankfurt bij Nintendo, super vette foto's op social media gezien. Dankjewel daarvoor. Voor ARMS. Ja, inderdaad, het was ARMS. Het was ARMS, de kogels door de kerk. Het was ARMS, de Wii Box game. Nou, wow, kun je dat zomaar zeggen? Ik zeg dat natuurlijk expres, omdat ik weet dat het meer is. En dat geeft jou een mooi handvat. Om een goede slag mee te slaan, zeg maar, in deze preview. Ja, inderdaad, het is een vechtspel. En ja, het komt van Nintendo. En natuurlijk krijgen we dan een soort van Wii Boxing-achtige flashbacks. En dat is niet helemaal goed voor het imago. Maar dat is ook juist waar ze een beetje doorheen willen breken. Want dit is een... toch vrij tactische en misschien wel competitief potentiële game. Ja, ze zitten zelfs... Wordt het woord e-sports al genoemd? Ze in hun marketing en zo zijn ze heel voorzichtig met het woord e-sports. Het is nog nergens genoemd. Maar je merkt wel heel erg dat ze het zo opzetten dat het misschien wel eens een keer op Evo behandeld zou kunnen worden. Dat toch wel een beetje in geknokt wordt. En natuurlijk, weet je, de meeste mensen denken Nintendo en e-sports, waar slaat dat op? Maar ik bedoel Super Smash, iemand... Splatoon, iemand. Splatoon is wel een beetje geforceerd e-sport, maar Super Smash natuurlijk, Melee is al jarenlang een ding in de competitive scene. Maar goed, ARMS doet wel echt iets compleet anders. Oké, maar wacht even, want mensen gaan nu gameplaybeelden zien en die zien wel mensen zo. Dus dat is wel, maar wat maakt dit dan tactischer dan bijvoorbeeld die game van vroeger? Ja, nou, Wii Boxing is dus wel een beetje zo van, oh, we doen het met motion controls. En als je gewoon een beetje gaat schudden met een Wiimote, dan geef je heel veel klappen. Nou, in ARMS is het wel iets meer, je moet wel echt keuzes gaan maken met hoe ga ik deze slag slaan, hoe ga ik hem afbuigen. Want natuurlijk, ARMS is een fighter by proxy, zou je kunnen zeggen. Het is een fighter waar afstand een rol speelt. Het is niet altijd up in your face. Dat komt natuurlijk omdat je van die rekbare armen hebt. En dan, dat maakt het ook een beetje de keuze in fighters, in armen en hoe je gaat spelen. Maakt dat er heel veel variatie in zit en dat je iets meer tactiek hebt in plaats van gewoon wie het snelste dit kan doen. Zeg maar. Ja, en dat tactiek is, daar komt dus ook best wel een leercurve bij kijken, toch? Ja, op zich wel. En het is natuurlijk vooral ook leuk dat je het woord leercurve gebruikt. Omdat je de curves maken, dat kan met die armen. Je kunt echt zeggen van ik ga niet gewoon rechtdoor slaan, maar ik probeer hem vanaf de zijkant te pakken. Of ik ga er overheen of ik sla met deze wat meer... beschermende, verdedigende hand sla ik eerst, dan sla ik mijn andere arm daar overheen en zo. Dus daarin zitten wel een beetje de trucjes en de dingen die je kan leren inderdaad om toch sterker te worden in de game. Ja, en de vraag is van, blijft dit lang leuk? Dat gaan we natuurlijk richting de review allemaal wel over praten. Ja, de game verschijnt overigens in de lente, maar we hebben nog steeds geen specifieke datum. En het is al lente? Ja, precies. Dus dat is inderdaad een beetje dat ik dacht van, jongens, release date? Nee, oké, nog niet. Er zijn wel twee global test puntjes aangekondigd, dus waarschijnlijk gaat aan de hand van die beta fase op de Nintendo Switch gaan zeggen, oké, nu is hij klaar om te gaan. Want zoals ik hem zag, had ik wel al het idee dat de game er best wel klaar voor is. Ja. Maar goed, je hebt het over variatie. Ja, want dat is natuurlijk wel het ding. Want als het allemaal hetzelfde is, dan voelt het ook heel erg beperkt. Maar ik zou wel dat er al verschillende boxers zijn en verschillende upgrades. Ja, je hebt voorlopig, heb ik 9 fighters gezien. Dus je hebt 9 verschillende fighters die elk 3 verschillende eigen armen hebben. En dan kun je natuurlijk zelf zeggen van, ik wil links wil ik die arm en ik wil rechts wil ik die arm. En daar ga je dus heel erg in experimenteren. Ja, en in die armen zitten dus verschillende power-ups. Nou, het zijn niet zozeer power-ups. Je hebt bijvoorbeeld Twintel, een soort van actrice die heel sassy is. Ik hou nu al van de waifu game is 100% aan. Maar die heeft bijvoorbeeld een parasolarm die dus iets meer zo'n verdedigende ability heeft. Dus die dekt een beetje, die blijft wat langer hangen. En daar kun je dus een andere klap mee opvangen. Maar die kun je ook een beetje voor jezelf uitgooien. En zoals ik al zei, dan bijvoorbeeld een andere arm er langs gooien. Om een beetje je tegenstander mee te stangen. Maar zo heb je wel meer van die dingen die dus allemaal een beetje hun eigen ding doen. Dus je hebt een snellere arm, je hebt er eentje die spreidt in 3 verschillende projectielen. Je hebt er eentje die een beetje blijft hangen of eentje die wat meer kan verrassen. Bijvoorbeeld je hebt een soort van mecha-achtige girl, die heeft een hamer. En die hamer die gaat eerst vooruit, maar die gaat dan, zodra die daar komt, dan op het punt, dan gaat hij in één keer, bam, en dan heel veel damage doen. Dus
Je hebt er een aantal die doen meer damage, je hebt er een aantal die zijn sneller. En zo hebben ze allemaal een beetje hun eigen krachten, nadelen, voordelen, abilities. Nu is er één dingetje wat mij heel erg opvalt in ARMS. ARMS focust zich best wel op core gamers of zo. Ze doen best wel een ding, want het is echt strategische, diepgaande gameplay, steile leercurve. Je moet het echt leren. E-sports zeggen ze niet, maar dat bedoelen ze wel. Ja. Maar dan komt dat hele motion control verhaal. Want heel veel hardcore gamers hebben zoiets van, ja, motion control, daar voel ik me niet helemaal thuis, want beweging. Ja, en sowieso in competitive scene, dat gaan op een gegeven moment je armen pijn doen. Dus dan wordt e-sport zou in één keer ook heel fysiek kunnen worden. Maar goed, de game is dus ook zonder dat spelen, toch? Ja, dat wisten wij ook niet toen we de vorige keer in Frankfurt waren, toen in het begin dit jaar. Toen dachten wij van, dit is alleen maar motion control. Nee, absoluut niet. Je kunt hem met de pro-controller spelen, je kunt hem in deze tablet mode spelen. Je kunt hem met de motion control spelen natuurlijk, maar het leuke is dat ze, je zou zeggen in de competitive scene zouden juist de knoppen wat meer de hoofdnoot gaan zijn, maar de makers zelf zeggen, de motion controls zijn the way to go, omdat daar meer precisie in zit. En eerst dacht ik, hoe in godsnaam, maar daar hebben ze best wel een punt mee. Nou is jouw vraag, waarom? Ja, nou, ik wilde hem niet stellen. Het was te cliché. Je legde het te... waarom, Tom? Ja, oké. Nou, thanks voor deze super spontane vraag. Die followed up op mijn vorige anekdote. Het punt is... kijk, bijvoorbeeld dat afbuigen van de armen. Dat kun je met de controls ook gewoon doen. Dan kun je gewoon naar links duwen en dan gaan je armen naar links. Maar toen dacht ik... Oh, maar dan bestuur je altijd allebei de armen in één keer. Terwijl met de motion controls kun je heel makkelijk zeggen... Ik wil links naar links afbuigen en ik wil rechts naar rechts afbuigen. Iets wat met de gewone knoppen niet echt mogelijk is. En wat op zich met die dingen in je handen is het net iets intuïtiever ook. Ja. Wat dat betreft. De knoppen kunnen af en toe een beetje chaotisch worden. En dan is juist dan merk je dat die motion controls juist heel even meer zijn. Dan hou je het overzicht. Want je weet gewoon, dit is mijn linkerhand, dit is mijn rechtervuist. En als ik ze afbuig, gebeurt er dit. Werd je moe? Ik werd er niet echt moe van. Maar het is ook weer een beetje, je hebt wel ergens een punt met die motion controls, want het is wel dat naar links bewegen, naar rechts bewegen, dashen, springen, dat zijn dan wel net van die dingen dat ik denk van, dat gaat eigenlijk toch iets fijner met gewoon een pookje. Ja, maar dat doe je toch ook met een pookje? Maar dat lopen en bijvoorbeeld het verdedigen, het blokken, die motion controls kan dat wel, weet je, net die ene fractie van een seconde zijn van dat je blok te laat is, terwijl die knop is daar iets duidelijker in, dan druk je gewoon die pook in en dan blok je al. Dus, die afweging gaat er heel erg zijn. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel het ding met de Switch. Hij kan eigenlijk alles. Hoe bedoel je alles? Nou, je kunt op alle manieren spelen. Dus gaat gewoon een manier vinden die bij jou het beste past. Ja, absoluut. Maar dat merkte ik daar ook. Ze hadden in Frankfurt echt alle soorten setups klaarstaan. Weet je wel, eentje waar je met vieren kon spelen met pro-controls. En als je zei van, ik wil in plaats van een pro-controller, wil ik motion controls doen. Dan kan dat dus ook. En dat is wel gewoon goed gedaan. Dat merk je nu ook met Mario Kart 8 Deluxe. Dat is gewoon echt van, ik hou niet van op deze manier spelen. Ja. Nou, prima, doe je het op een andere manier. Ja, doe lekker je eigen ding. Dat is toevallig ook wel leuk. Een boel van de mensen die gewerkt hebben aan Mario Kart 8 Deluxe zitten nu aan ARMS en dat zie je in een aantal dingen best wel kenmerkend terug. Ja. Bijvoorbeeld dat er... Wat dan bijvoorbeeld? Oh, super spontaan weer, Peter. dit item loopt vanzelf. Met het splitscreenen. De game draait super steady, 60 frames per seconde. Ziet er ook heel kleurrijk uit, net als Super Mario Kart 8 natuurlijk. Maar het draait 60 frames. Als je hem in tweeën split, draait het nog steeds 60 frames. Dan kun je met z'n vieren splitscreen en dan dropt hij in één keer naar 30. En dat heeft Super Mario Kart 8 natuurlijk ook enorm. Ja. Okay. Maar goed, dat merk je daar meteen in terug. Maar ik vind het wel fantastisch dat je die game... Weet je, je kunt 2 tegen 2, kun je gewoon zo doen. Ontzettend leuke mode. Maar je kunt ook zeggen van, we gaan lekker by proxy. Weet je wel, jij hebt je eigen Switch, ik ga daar een ding doen. Ik heb mijn eigen Switch dan. Je kunt weer al die dingen toepassen van local play, online, splitscreenen. En dan ook weer inderdaad met al die verschillende mogelijkheden. Het is daar wel heel erg vrij in. Ja. Het feit dat je dan een aantal leuke variërende modes hebt en veel gevarieerde spelers, maakt het wel dat ik denk van, dit is misschien toch een potentiële system seller. Zei hij het? Ja, hij zei het. Oh, vind je wel heftig. Ja, het is wel... Het spreekt kinderen aan, omdat het heel kleurrijk is. En op zich nog best wel goed pick-up en play. Maar het heeft ook alweer, net als met Super Smash, die steile leercurve. En dat zou een lichte competitive scene hiervoor gemaakt kunnen zijn. Leuk, maar ergens hoop ik het. Want het is wel weer een fighter die je toch wel weer een lekkere twist eraan geeft. Ja. Een lekkere curve. Iets out of the box. Ja, een beetje afgebogen. Snap je? Met de vuil. Okay. Ja. Ja, super spontaan. Ja, 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 ja. Ja, absoluut niet ingestudeerd alles. Nee. Nee. Oh ja. Nou, bedankt voor het kijken naar dit item. We zijn weer iets meer te weten gekomen over de game ARMS. We waren er al in Frankfurt bij toen de shirtje aangekomen. We hebben even aangeroken. We hebben een afbuiging gemaakt naar dit item. En we gaan binnenkort aan de slag met de review. En wil je echt alles weten over ARMS en over alles van de Nintendo Switch?
Check dan even gamers.nl. Tom gaat nog een hele uitgebreide geschreven preview schrijven over deze game. Hij staat al live. Hij staat al live zelfs. Klik gewoon door, klik in de beschrijving door. Bizar. Bizar. En dus als je echt alles wil weten over Arms, check dat. Tom, bedankt. Peter, bedankt. Oh, ja. En tot de volgende keer bij gamersnet.nl. Yay! Ook dat was ingestudeerd. Ik wilde een jaren 80. Oh, freeze frame. Oh, sorry. Oké, dan gaan we nu voor de freeze frame.